Robert, je hebt vandaag je debuut gemaakt, een doelpunt gemaakt gelijk, maar wel verloren. Hoe kijk je terug op je debuut? Ja, zonde. Zonde is dat, weet je wel. Want je wint liever gelijk die wedstrijd, weet je wel, als je debuut maakt en zo. Alleen ja, helaas was het vandaag niet zo. En ja, hoop ik dat, weet je wel, dat we volgende week wel bijvoorbeeld winnen. Kijk, voor mij is het lekker dat ik gelijk belangrijk kan zijn. Alleen ja, je hebt er niet veel aan, weet je wel, van als je niet wint. Dus ja, dat is zonde. Zonde, vooral hoe we de goals tegenkrijgen, weet je wel. Een beetje pech. En ja, volgens mij hebben ze niet veel kansen gehad. Ze zijn er één keer uitgekomen en twee corners. Ja, weet je, zonde. Zonde. En wat zijn voor dit seizoen je persoonlijke doelstellingen bij Kozakken Boys? Ja, ik wil er gewoon voor zorgen met mijn spel. En weet je wel, van, dat we gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Weet je wel, want nu, een club als Kozakken Boys staat niet goed op de ranglijst, zou ik maar zeggen. En ik wil er mee helpen om ervoor te zorgen dat we omhoog gaan. En ja, dat het een mooi tweede seizoenshelft wordt. En ja, daar ga ik alles aan doen. Dus ja, we gaan het zien. Ik hoop het allerbeste dus. Wat heeft je doen besluiten om te tekenen voor Kozakken Boys? Ja, ik had zou ik maar zeggen veel opties. Ik kon naar een paar landen, weet je wel, buitenland, een paar clubs tekenen. Ik kon ook nog in de Jupiler League tekenen bij club. Alleen ja, ik had hier gewoon weet je wel, lekker gevoel. Ik had het hier naar mijn zin, plezier was er, weet je wel. De club wilde mij heel graag hebben, met Kees Spaan gesproken, weet je wel, die ik ook ken. Persoonlijk en met de trainer gesproken. En Tom Cornelissen natuurlijk. En toen ja, heb ik er even over nagedacht. En toen heb ik besloten dat ik dit zou gaan doen. En gewoon lekker anderhalf jaar eventjes veel te gaan spelen. Even weer mijn ritme pakken. En ja, en daarna zien we het wel weer hoe en wat.